Ferdinand. Bijna een hele goede middag allemaal. We zijn al vandaag de 10e mei 2018. We zijn al 11 uur gepasseerd. En ik ga samen met mijn vader gezellig een weekendje doorbrengen in Dinant. En onze pa, dat is mijn pa. En die zit achter het stuur. En ben ik nog eens handenvrij. En we zijn aan het genieten onderweg van de omgeving. Van de Walse Ardennen. We zijn bijna in Dinant. Ah, en hier zijn we dan mensen in Dinant. De allereerste vlog buiten pretparken. En we gaan zien dat we een gezellig boottochtje gaan maken. Allee, vandaag zijn we dag 1. En we gaan er een genot van maken. En morgen begint het avontuur. Oké, dag. Veel plezier. Ah, dat wordt ons boottochtje. Waar laten we van voor zitten? Ah. Hallo, bonjour. En we worden losgelaten. Lekker genietend. Op het meer van Dinant. En dan passeren we ons hotelverblijf, het Ibis Hotel van Dinant. Dat is ons hotelverblijf. En wat het allerfijnste van al is, we hebben een heel schoon balkonnetje. Voor vanavond als we nog eens zouden drinken voordat we naar ons bed gaan. En de vlag van België. Belgisch natuurgebied om van te genieten. Van hier heb je ook wel een heel schoon zicht op de citadel van Dinant. Moet je zien. Met geweldig genot op een heel schoon zicht. Voilà, zo passeren we terug voorbij ons hotel. Dat geweldig balkonnetje dat we vanavond een goed pint gaan drinken. Daarnaast het casino. En daar aan de overkant heb ik gehoord een heel kleine gevangenis dat die nog altijd in gebruik is. En ik weet niet hoe oud de gevangenis die nog in gebruik is. Collegiale is a magnificent Gothic building, regarded as one of the most beautiful buildings of the second half of the 13th century. Het ruikt echt ongelooflijk supergezelligheid. Voor vanavond hier is dat eten. Of ze bieden goed pint drinken. En daar heb ik de kathedraal van Dinant. En daar kun je de bootjes huren om zelf een boottochtje van te maken of met de hele familie. En onze pa geniet ervan, net zoals ik. Hey, dat was verdomd gezellig. En nu is de zon weg. Maar ik heb ervan genoten. Goed boottochtje. Amai, mijn armen. Zie dat allemaal, zie. Echt niet in, maar dat kun je niet lekker. Ja, dat is je meest gespecialiseerd in Dinant zelf, hè? Ja. Die koffie toe, amai. Maar nee, dank u. Pa, ik heb het gevonden, hè. Dinant zijn eigen bier. Ja, ik hoop dat we een terrasje vinden dat ze dat... Ja, dat ook hebben. Dan kunnen jullie dan maar wel brengen.
Ja, waarom niet? Ik wil het bier van Dinant wel eens proeven hoor. Oké, we zijn over de brug overgewandeld en ik sta hier bij het beeld van Charles de Gaulle, die de wereldoorlog heeft meegemaakt. Een heel bekende Fransman, de Gaulle. En dat hij eigenlijk een grote neus heeft. Charles de Gaulle. Echt een Fransman, echt Frans type eigenlijk. We komen juist van een kloostergebouw. Vroeger was het een klooster, maar nu is het een hotel. Daar komen we juist vandaan. En dan gaan we stilaan een terrasje doen. Want ik wil eigenlijk heel graag een nieuw bier proeven van Dinant zelf. Hier op de brug heb je eigenlijk ook van die hele schone beelden met allerlei verschillende kunstsaxofoons. Heel mooi aangepast op de brug. Dat is eigenlijk een heel grote aandenking. Want de ontwerper, de bedenker die de saxofoons heeft ontworpen, genaamd Adolf Sax, die werd in één klap beroemd omdat hij dat instrument zelf ontworpen heeft. Als aandenking dat hij... namelijk is hij ook in deze gemeente geboren en daarom is hij ook zelf bekend. Het zonnetje komt alweer tevoorschijn. Ik zit gezellig met onze pa op een goed terrasje. En wij hebben al een gloednieuw pint gedronken. Het pint van Dinant. Ontzettend lekker. Heel veel procent van alcohol. 7%. Yo, ik sta hier bij het beeld van Adolf Sax. De uitvinder van de saxofoon. En hier voor mij zal eigenlijk monsieur Sax... gewoond hebben. Dan ga ik jullie een rondleiding geven. Monsieur Sax. Het is een vrije toegang. Gaan we eens een kijkje nemen. Oh, je hoort de muziek, ze. Ik heb ook al een geweldige aandenking aan mijn vlog, maar als mijn zus eigenlijk dit ziet, wordt hij een stik jaloers van. Echt waar, want ze bezoekt heel graag museums. Als ze herinneringen, aandenkingen, geschiedenis, daar is ze dol op. Dus mijn zus, als je dit ziet, ik gun je om dit te laten zien. En ooit binnenkort, als je nog eens naar Dinant wilt komen, dan zul je het persoonlijk moeten bezoeken. Maar echt, het is de meest speciale aandenking ter aandenkingen van Adolf Sax in Dinant. We zitten nu op ons terrasje in ons hotel. En dan komt er eens een beetje wat ambiance op de boottocht. Het lijkt meer doedelzakken dat we horen, maar geen saxofoon. Nee. Zo, dag 1 zit erop. Het was een echte dag van genoten.
een goed pint gedronken, goed terrasje, goed doorgewandeld door heel Dienland. En morgen begint het avontuur. Dus ik zou zeggen, tot morgen, slaap wel. We zijn vandaag al dag 2 in Dienland, samen met mijn vader. We hebben juist geontbijt. Het was heel lekker. En vandaag is het een dag van avontuur. En daar komt onze pa al aan. Yo pa. Goedemorgen. En we gaan zo elk moment vertrekken. Op naar avontuur, naar de kajaks. En hier is het punt dat we een trein pakken naar de volgende locatie, in Chantron. Daar gaan we beginnen kajakken. En om de uren komt er altijd een trein. Dus dat is nog even afwachten. En dat wordt de allereerste keer dat ik een GoPro gebruik op een kajak. Ne l'énervez pas, il a pas mis sa petite pété avant de partir, ça va pas. Il n'a pas les esprits du bonsoir. On va maintenant s'il parle autrement à sa place. Dat was een gezellig tochtje met de trein zo door de Ardennen. Ja, we zijn al bij de volgende halte. En nu gaan we naar de kajaks. En dan ga ik overschakelen naar mijn GoPro. Zodra we op de kajak op het water zijn. Dus als we op de kajak zijn, moeten we ongeveer zo'n 12 kilometer met de armpjes draaien. Onze kajaks zijn gearriveerd. En dan moeten we wat plus maken dat die mensen van de kant vallen. Keuze genoeg. Even met de tip of net, maakt niet uit. We pakken er maar gewoon in. Oh, dat ziet er plezant uit, zie. Een schuif af. Cool. Oh, mooi, daar gaan we dan. Oké. Het is al begonnen. Dat was plezant, die schuif af. Yep. Ja, oké, okay, we zijn vertrokken. Rustig aan laten meedrijven, een beetje. Yep. Oh, zo gaat die heerlijke zonnetje is goed. Maar ik had het eigenlijk een beetje wilder verwacht hier. Misschien straks. Een echt genot avontuur. En geniet ervan. Momenteel is het nog even rustig. Maar straks... Dat was al de volgende trein. Met de volgende passagiers. Hij is goed bezig, hè?
Hij geniet ervan en hij is ontzettend blij dat hij nog kan kajakken. En daar komt er al een groep andere mensen, maar dat zijn rode kajaks. We hebben dit hele gedeelte voor ons alleen. Yo! Fuck, nu kom ik iets heel ingewikkelds terecht hoor. Lage takken. Godverdomme. Niet tegen de GoPro, maar tegen mijn smoel en mijn gezicht. Hé pa, geniet je ervan? Met volle genot. Het gedeelte van de rivier helemaal voor ons alleen. Wat zalig. Viva la Belgique! Ja, ik heb wel dorst eigenlijk. Yep. Oh man, nee, niet weer, hè. Als je gaat kajakken, één ding zeker niet vergeten, mond toehouden. Maar ik heb nog geen één vlieg in mijn mond gekregen hoor. Amai, je moet hier eigenlijk voor mij eens zien zijn, wat een pracht van een rots. Het is een hele scherpe rots. Avontuurlijk, heel mooi. We zijn al zo'n 10 minuten of een kwartier al onderweg aan het roeien. En onze paard rijdt voorbij mij. Ja. En hier gaan we een beetje wilder, mensen. Wow. En onze pa zit aan een sigaret terwijl dat hij kajakt. Ja, goed idee, laten we achteruit varen. En dit is de brug waar we met de trein zijn overgereden. Denk ik toch. Ja, eigenlijk wel. Je meest kostbaarheden, die moet je natuurlijk in een emmer stoppen. Zoals portefeuilles, gsm's. Oh, er zit er eentje achter mij. Maar ik ben één ding vergeten. Met een schone horloge. Toch niet ideaal voor in bij een kajakje daar binnen eigenlijk. Dat is een foutje van mij. En nu staan we lekker op de kaarsen. Zij aan zij. Het is echt zalig. De geur van de walsaar binnen. Zorg ervoor dat je niet stilvalt. Ja, hier raakt de rotsen aan de bodem van het water.
En nu is al onze paal stil. Zo vast als ziet. En ik drijf gezellig gewoon door met de stroom. Onze paard staat nog heel veel. Nou hebben wij die ideale, prachtige natuurrust. Geen zot om ons heen. Voor ons alleen ik en mijn vader. Ah, het is zalig. Oké, ik geloof dat we toch al zo stilaan door de helft zijn. We hebben niet alleen een schoon zicht op een rots, maar ook een schoon uitzicht op een kasteel. Wauw. Een rechte rots met daarop een kasteel. We staan hier nog gezellig genietend aan de rand, naast elkaar. Met de kajak naast elkaar. Maar voor ons is er een heel ingewikkelde situatie. Een iets wilder gedeelte. En daar bevinden eigenlijk de meeste kajakken bij elkaar. En wij gaan gewoon nog even wat genietend afwachten. Maar ik heb eerlijk gezegd, ik wil wel een beetje een stijve rug van de kajak. Maar ik wil een beetje hoor. Oh, wat beter na de man, dat is zo. Hey, oude man. Ik ben onder de 30. Oude man onder de 30. Schat toch uit. En daar gaan we dan. Holy fuck. Holy fuck. Holy shit. Oh my jongens. Jongens. Ah shit. Oh jee. Oh fuck. Ah. Ik zit even vast. Allee, verhoord. Allee, daar gaan we dan. Allee, dat valt wel mee. Pak me een piano. Je kan natuurlijk geen kwaad hoor. Ik heb toch waterschoenen bij. Nee, ik zat gewoon vast. Ja, ik had beter dat gedeelte moeten afgaan. Hè. Kom maar even ook uitstappen, hè, dat ik even stretchen. Wel heel prachtig hoor. En dan hoe het uitziet op het kasteel. Nee, echt pa, die waterschoenen komen goed van pas, echt waar. Het ziet er echt niet makkelijk uit. Schoon uitzicht op het kasteel daar binnen en we staan recht op ons water, op onze waterschoenen. En dan kan jij drijven weer weg. Wel lap, nou waar komen we nou terecht? Ook zo'n wild gedeelte, maar het is tenminste aangeduid. Oh fuck you. Oh, nou ziet het er pas echt avontuurlijk uit. Avontuurlijk en wild eruit. En daar gaat onze pa. Oh fuck. Oh fuck dude. Wow! Wow! Ah, met een broek. Jongen, dat was pas echt avontuurlijk. Goeie kajakt. En nu gaan we zo eens stilletjes naar de wagen. Een beetje wat laten afdrogen. En naar over naar een volgende belevenis. Iets waar een plaats waar we kunnen bezichtigen. En, oh, hier zie. Moet je zien wat ze hier hebben. Chatons.
natuurlijk als aandenking moet je wel iets wat hebben, hè? Als souvenir. Wel, dan ga ik er gelijk een pakken voor 2 euro. Met een portemonnee pakken. De laatste avond dit weekend in Dinant. We komen juist van het hotel, we hebben ons juist gedoucht. En dan gaan we eens een goed restaurantje uitzoeken. Maar wat ik zeker en vast wel goesting heb, is een goede pizza. Allee, zeg mijn smaakpipillen, hè. Maar dat is natuurlijk wel zoeken. In het restaurant of een terrasje, dat zoeken we wel uit. Wel een prachtig, wel een heel mooie zonsondergang hoor. Dan hier in Dinant. Je geniet hier met vol genot. En dan zoeken we nog een restaurant uit. Maar waar? Dat zoeken. Dat is nou iets heel nieuws dat ik ga proberen. Zeg. Ja, en dat ziet er goed uit. Goed, hè? Verdomd goed uit. Een Carpaccio pizza. En wat hebben jij? Mozzarella. Oh, margherita. Ja, amai. Echt verdomd goed. Ik denk dat verdomd goed. Echt die Carpaccio in een pizza. En er zit liefde in, hè. Alweer een dag om. Dag 2, morgen dag 3. Dag 3, dag van genot, zoals dag 1. Morgen gaan we een kasteel bezichtigen. En de rest gaan we nog wat doorbrengen in het stadje Dinant. Want ze voorspellen eigenlijk morgen zaterdag, in de avond, voorspellen ze regen. Dan hebben we toch wel iets voor 5 uur vertrokken naar huis. Maar we zijn al 11 uur gepasseerd, dus deze dag is al om. Dus ik wens mezelf wel rusten en tot morgen. Hier zijn we dan bij Kasteel Château de Vivet. Wat dan gaan we eens bezichtigen. Eigenlijk het tweede kasteel dat we gaan bezichtigen voor dit weekend. Zo gezegd het kasteel van door een roosje. Zat er eigenlijk op dat volkje. Oké, dat is wel een beetje creepy hoor. We bellen er gewoon en dan gaat het open. Je moet gewoon denken aan het kasteel van Harry Potter, Zwijnstein. Ongeveer. What the fuck? Oké. Goed. Misschien dan toch niet het kasteel van Zwijnstein, maar meer het kasteel van Dracula. Château de Vivet. Allee, we hebben nog niet betaald, maar als we binnen zijn, dan pas moeten we wel betalen. Daar moeten we naar binnen, pa. Kasteel bezoeken.
Wauw. Blijkbaar zijn wij de allereerste bezoekers voor vandaag. Ah, bonjour. Heel chic, heel modern. Middeleeuws. Een beetje koninklijkachtig. Amai, wat een schoon servies. En hier komen we de trap op, maar je moet dit eens zien, hè. Die trap is al een klein beetje doorgezakt hier aan de rand. Heel ouderwets. Wel een beetje onveilig dat je het zo ziet, maar Petra, als je, hier, als je langs hier loopt, want daar vertrouw ik niet zo goed. Ouderwets, maar daar komen we niet terecht. En die vloeren zo te kraken, jongen. Oh, mooi zeg. Is koning Philips, hè? Wat doen ze een foto hier in het kasteel? Ja, die weten die kennen de camera allemaal. Bekend voor van Maleficent. Als ik moet vergelijken tussen dat sprookjeskasteel van tussen de Efteling en Château Vivet, vind ik dit meer schoner. Hoezo? Je moet maar eens zien. We hebben hier ook een doornroosje. Moet je dit hier eens zien, hè? De eigenaar vroeger van dit kasteel heeft een eigen serviescollectie. En hier is er nog een kast met collectie. En wat er ook gebeurt, er staat daarop alarm. Als je het inbeukt, slaat het een boel uit elkaar. En hier een ouderwetse toilet. Oh, waar zou het hooi eigenlijk voor dienen? Dat is toch niet voor een paard of voor een koe? Wat is dat nou weer? En hier komen wij uit waar we zijn binnengekomen. En ik hoor bezoek. En waar komen we nu uit? Een soort gang. Een deel van de toren of zo. En waar komen we nu nog uit? Ah, een soort feestzaal. Ja, ook wel schone tegels hoor. De hele dansvloer voor mij alleen. Oh. Ik ben helemaal alleen. Allee, ik ben er met onze pa, maar ik heb geen danspartner. Helaas. Ah, en daar komt er al wat bezoek aan. We zijn de eerste bezoekers, maar vanaf nu zijn we niet meer alleen. En er is nog een klein dorpje. Ik voel mij als een, allee, hoe zou ik mezelf noemen? Een baron, een graaf of een koning. Shakespeare. Maar dat is ook wel een echte oude schoorsteen. Hè. Ik kan gewoon die geur rieken van een barbecue. Ik vind dat echt. Echt vuil. Een echte oude.
ouderwetse middeleeuwse schoorsteen. Hoe schone tegels. Tegels of steentjes. En op naar de volgende ruimte. En we gaan de trap af. En dat is onze plaag. Oké, we zijn zo de trap afgegaan. Ja. Oh, dat ken ik. De spiegel van Dracula. Allee, nee. Dat is gewoon een kapstokruimte. John. Hé, hé. Nou, dat was mooi en gezellig. En nou, in het zonnetje komt weer terug. Zie. We zijn al bijna 11 uur. Goeie tijd. Wel goed vooruit. En dan gaan we zo stilaan weer terug naar Dienand. Want vandaag is er iets bijzonders te doen in Dienand. Ja, we zagen eigenlijk daarnet nog, daarnet en sinds gisteren, een affiche. Allee, verschillende affiches in Dienand rondhangen, opgehangen. Dus dat gaan we bezichtigen. Nog wat verder genieten van onze laatste dag in het weekendje Dienand. En nu moeten we terug naar het hek waar we zijn binnengekomen. Het is eigenlijk wel een heel zalig gevoel als je zoveel schone plaatsen hebt in ons land. Mm-hmm. En je moet ze nog, ik weet niet wat veel bezichtigen. Zoveel te zien in het leven. Allee, ik heb nog een serieus schema voor dit jaar nog om te bezichtigen. Maar alles op zijn tijd natuurlijk. Maar ik ben wel bereid om dit jaar ook nog andere kastelen te bezichtigen. Ja, Château Vivet. Dames en heren, heel prachtig kasteel. De vergelijking van Swensteen, Harry Potter, Dracula en het kasteel van Doy Roche. Jullie hebben het zelf gezien, die pop. Want het geeft meer sfering dan tegenover het kasteel van de Efteling. Moet ik toegeven. Château Vivet. Onthoud dat. De vijver. Oh fuck. Dat akelig geluid. Zo kwamen ze met je paard binnengereden. Ja, maar dat was nog geen automatiek, hè. Ja, dat was verdomd gezellig. Château de Vie. Vijven. Château de Vijven. Ik ga nog een paar laatste beelden nog tonen van het kasteel. Voordat we weg zijn, want het is hier echt ontzettend mooi. Ook die hele omgeving, de voortuin, de heuvels, de moeder natuur. Walsardinnen. En dan gaan we gewoon weer terug naar Dienand, waar we vandaan komen. Ik hoor een of andere knal. Dat is waarschijnlijk het punt dat ze het feest gaan beginnen. Wat dan ook, wat het ook is. Maar het heeft iets te maken met de reuzen van Dienand. We zijn natuurlijk speciaal teruggekomen van het kasteel met Dienand. We zien wat dat gaat worden. Ik ben wel nieuwsgierig. En daar aan de andere kant doen ze nog een aandenking vanuit de Wereldoorlog. Dat een camera ongelooflijk goed kan inzoomen, hè. We staan hier bij het justitiegebouw van Dienand. Op dit pleintje. Dat ze hier met pijl en boog schieten. Begin maar eens te schieten. Gewoon in de roos, mannen.
schiet maar eens raak. Kom maar, Robin Hoods. En die zijn we zien. Die vliegt snel bij zeggen, man. Ja, maar verdomd snel. Dat was ernaast. Die bijna. Marie! Nassim! Nassim! En zo worden de pijltjes teruggebracht. Ja, ben we zo in pakken. Plezant. Ja, met een check. Verkeerde kant op. Wat? Pringles? Serieus? Dat wordt echt overal gebracht, hè? Op, van mij op het werk. Ik kan gewoon geen Pringles meer zien op het werk. In het magazijn. Zo, een paar uurtjes zijn al voorbij, maar we zijn toch bereid om stilaan toch terug naar huis te gaan. Allee, we hebben er nog een goed terrasje nog gedaan, genoten de sfering in Dinant. Dan lopen we terug over de brug, want onze wagen, alleen mijn wagen, staat eigenlijk op de parking bij Dinant treinstation. Dus op dit punt, op de brug, bij de kunstwerken van de saxofoons, daar ga ik nu afsluiten. Ooit een hele goede vlog. Geef er zeker vast een duimpje omhoog. En ik ben zeker vast de volgende keer. Wanneer? Geen idee. Hou jullie goed. En tot de volgende. Zeker vast abonneren.